Arjan, Cor, vierde Beach on Wheels. Vertel eens. Ja, dat is moeilijk om er wat over te zeggen. Kijk, we hebben dat samen drie keer gedaan en we doen het eigenlijk nog steeds samen. Ondanks dat hij achter de schermen de grote adviseur is. Hij staat niet met zijn neus vooraan overal. Maar gisteren belde hij me op om 11:30. Vanmorgen om 9:00 belde hij wel weer. Let je daarop, hou je hier in de gaten. En delegeren en organiseren. En ja, vind ik geweldig. Geweldig. Ja. Nou, het is met recht is het de steun op de achtergrond. Hè? Ja. Ik bemoei me er niet mee. Hè? Je doet het allemaal zelf. En je ziet het, zoals je vannacht zei, komt goed. Nou, de baan ligt er prachtig bij, heb ik net gezien. Met Wouter er even overheen gegaan. Ja. Hoe is de belangstelling? Ja, geweldig. We hebben heel veel animo, ook van de media, maar ook van de mensen. Website, Facebook, ja. Want je kunt geen Facebook beginnen openslaan of er staat iets over Beach on Wheels. Ja. Dus dat is geweldig. Alleen we moeten een klein beetje geluk hebben met de opkomst en met het weer. En ja, er zijn veel activiteiten dit weekend. Dat is aan de ene kant jammer. Aan de andere kant, ja, het is droog weer, dat is ook belangrijk. Dus je kunt wel geen activiteit hebben, de hele dag stromend regen. Ja, dan krijg je ook geen mensen. Dus nee. Als we er een goed programma neerzetten en we sluiten het netjes af dit jaar. En er gebeuren niet te veel gekke ongelukken. Dan weet ik zeker dat volgend jaar een vijfde Beach on Wheels zou kunnen ontstaan. Het eerste Lustrum, hè? Ja, ja. Lustrum. Ja. Ja? Ja, ook voor mij, want dan wordt het de vijfde die ik ga filmen. Ja, helemaal goed.